Welkom op onze info. De info gaat deze keer over de ziektekostenverzekering. En daar zijn best wel grote veranderingen bij de CZORA en Nationale Nederlanden. Weet dat er al jaren heel veel beroep gedaan is op de natuurgeneeskundige mensen, op orthomoleculaire geneeskundige therapeuten, twina-therapeuten enzovoort. Al die complementaire therapeuten, die hebben moeten bijscholen. Daar heeft de ziektekostenverzekering in één keer gezegd van, oh, jullie opleiding voldoet niet, jullie moeten zomaar weer een nieuwe opleiding doen. Maar goed, we hebben het allemaal gedaan en we zijn netjes in de pas blijven lopen. En we zijn allemaal supergoed geschoold en vakkundig daarmee geworden. En nu besluit de CZ, ORA en de Nationale Nederlander, dat de therapieën, waar we heel hard aan gewerkt hebben om dat mooi neer te zetten, niet meer bewijsbaar zijn, niet meer aantoonbaar zijn. Terwijl in de Wereldgezondheidsorganisatie Chinese geneeskunde massaal toegevoegd is en officieel ook erkend is en ook aan de vocabulaire toegevoegd wordt. Dus alle Chinese begrippen die staan naast de doktersbegrippen in de Wereldgezondheidsorganisatie. Nou, dat zegt iets over de CZ, ORA en Nationale Nederlanden, dat op dat moment dan eruit gehaald gaat worden. Want dat is compleet in strijd met wat je ziet ergens anders op in andere landen. Dus vandaar dat we jullie eventjes op de hoogte brengen dat er heel veel therapieën bij deze drie ziektekostenverzekeringen niet meer vergoed worden. En mocht je bij deze ziektekostenverzekeringen zijn, dat dit misschien het moment is dat je nog kunt overstappen naar een andere ziektekostenverzekering. In ieder geval is het de moeite waard om even te kijken, waarom zou je bij deze ziektekostenverzekeringen blijven als je ook gebruik maakt van complementaire geneeswijzen. Ja. Doen we niks, dan is het misschien zo dat er misschien nog wel meer ziektekostenverzekeringen in 2020 strepen zetten in vergoedingen. Want dat is natuurlijk winst binnen het complementaire veld. Maar de beste actie die je nu op dit moment kunt doen is een petitie tekenen. Er zijn hier twee links van petities die gemaakt zijn die je kunt tekenen zodat er gesprek wordt opgestart met CZ, ORA en Nationale Nederlanden. Maar wil je nog een vergoeding hebben, dan krijg je die in 2019 niet bij de CZ, ORA en Nationale Nederlanden, dan is het goed dat je heel eventjes kijkt, zijn er andere zorgaanbieders die gewoon beter zijn dan deze drie ziektekostenverzekeringen en alternatief gewoon zien als een goede aanvulling en ook een zinvolle aanvulling. Ik hoop dat je hier iets mee kunt en aan jou wat je gaat doen. Ik hoop dat je een wijze beslissing gaat maken. Succes met het bekijken en tot gauw!